General Tully en zijn Ulfric Stormcloak gaan dan tegen elkaar vechten. Hey, classy recap. En het moment dat ze dan tegen elkaar gaan vechten, dan heb je ook nog die wolf kerel van die handlanger van die Stormcloak, zeg maar, Ulfric. En dan heeft hij al de armor en wapens gede-equipped met die 100 pickpocket, weet je wel. Dus dan gaan ze met de vuist tegen elkaar. Nee, waarschijnlijk en dan verliezen ze nog ook, hè, tegen die Bridget of zo. Wat? Tegen die. Ja, serieus, okay, die verliezen. Oké, dat is realistisch. Ja, inderdaad. Classy recap, hij was best wel goed volgens mij. Ja, waar is hij niet? Pokopon. Gelukkig niet, godverdomme, Kes. Waarom? Wat is dit ineens? Gelukkig niet die ene Peculiar Onion met zijn fucking boogglitch. Heet die Peculiar Onion? Ja. En deze heeft ook een boog, maar het is een kruisboog. Huh? Serieus? Dat doet bijna geen damage. Ja. Oh, het raakte jou. Ja, door de muur. Als dat hem had geraakt, hè? Zo, dit doet wel veel damage op die dragon, hè? Ja, hij moet echt... Oh, lightning gem, nice. Maar hij moet echt uitkijken dat hij niet gekilled wordt. Of geraakt wordt, want... als hij... Hij heeft geen armor aan, dat is het nadeel van Dragonform. No armor. Iedereen die charge R2. Eerlijk. Hé, te vaar. Als dat raak was, ging ik echt lachen, hè. Ja. A fucking oma. Ze heeft een stamina. Hij was ook stamina. Hij is toch dood. Feral. Wie doet dat? Ja, hij is al weg. Nou, nee, verder in ieder geval. Ja. Oh, je hoorde dat. Bijna 4 miljoen souls. Correct. Nog een keer Dark Souls. Remastered. Ja, ik kan het zeggen. En, ja, want, oh, je dacht dat Lois Souls ging zeggen waarschijnlijk. Oh. There you are! De eentje hier beneden leeft nog. Hij is dood, hij is geplunged. Wat? Waar is die ring nou? Oh, daar. Oh, ik dacht even dat hij een glitch geworden is. Het is maar kruisboog. Wie, teamgenoot? Nee. Nou ja, als het maar niet die Slave Knight Gale kruisboog is. Met pijl en boog staan, geen kans. Correct! Ik snap het niet, ja. Ze durven waarschijnlijk niet altijd wel, ze willen niet dood. Oh, en Veter bovenaan de trap bij de weg. Wat? Wat versterken we maar daar? Wat de fuck? Ook iets raakte me blijkbaar.
Die skittle schiet wel heel snel met die bogen, moet ik zeggen. Dat is wel apart. Jammerlijke shit. Die is bijna dood. Ja, hij zag die van mij niet aankomen, denk ik. Dat is altijd het mooie eraan. Als je de tweede doet, dan ziet hij meestal de tweede niet. En ik deed op de verkeerde plunge. Ik deed naar voor R2, dan spring je. Oh jezus, bescherm je. Kill die dingen. Oh shit, die ding. Oh, en invader is dood. Welke? Niet de pijlenboog vegen. Nee, helemaal. Nee, die moet toch zo ook. Die moet toch zo ook al. Die moet toch zo ook al oud zijn waarschijnlijk. Fuck. Correct. Oké. Okay. Zo oud. Je hebt waarschijnlijk nu al 20 gebruikt of zo. Hij zit daar boven de hele tijd, dus dan moet je wel uitkijken dat hij niet gaat springen. Ik zie hem. Ja, niet dat het een one-hit wordt of zo. Zo, ja, het enige fireball. Is eigenlijk. Hij gooit alleen maar firebombs, ja. Dan is hij niet echt gevaarlijk. Hij durft geen eens te plungen. Tjonge, die kerel is al een pussy. Nieuwe invader beneden aan de trap. Sun Knight, Pyromancer. Hij heeft twee Pyromancers vast in zijn handen. Misschien is hij rechtsuit. Misschien denkt hij. Twice the Pride Man. Ja, kom maar even terug. Haha, miste me. Alweer. Ja, wauw. Ik word geraakt door die pijlenboog en de herald tegelijk. Wauw, oké, okay, dat was behoorlijk instant. Ik heb hem gekilled! Je hebt hem gewoon gekilled met 3 klappen, what a win! Ik deed die combo die jij me toen vertelde. Ja, R1, R1, R2, ik zag het, prachtig! Ik dacht ik moet nog wel een dingen daarna gooien, een paar mensen, maar hij was al dood. Ja, dat zat ik aan te denken. Ja, gaat na... Ik dacht, ik gooi alvast een Pyromancer, weet je. Maar, ja, jezus. Ja, prachtig, jongen. R1, R1, R2. Oh shit, die leeft nog. Soms moet je af en toe je R2 een klein beetje delayen. Ja, dat was hier niet echt nodig allemaal. Maar ik denk dat die eerste twee ineens zo heel veel damage was. Vooral met die R2 dat ineens heel veel damage deed ofzo. Nee, ik wacht even op. Ik pak de oma wel. Wacht. Waar is die? Pik! Disturbed God! 48. Dus hij heeft de 48ste Disturbed God. Dit is het naam, jongen. Ja, I know. Oh, en Vader is hier beneden, ze zitten er achteraan. Jezus, hij prikt hem een keer voor 158. Ja, maar even die zeg. Ja, die Vader is waarschijnlijk hier boven. Ja, nee, daar komt de trap af. Hij is er. Wat?
Hij heeft hem. Oh, hij heeft Bert Greatswords. Pak iets met poison. Oké, dit wordt hem. Ja, dat zien we echt niet aankomen of zo, weet je. Hoe dat raak was, weet ik niet. Maar... Nou is hij dood. Ja, hij heeft geen stamina meer. Voor de laatste hit. Hij heeft geen stamina meer. Ik kon het wel zien. Hij ging al zijn stamina met die L1's verspelen. Ja. Hij is best wel disturbed, ja. Correct. De 48ste disturbed god. Yep, dit is dus de reden waarom het de 48ste is en niet de eerste. Ja. Fucker. Hij graaide naar mijn been. Dat doet gewoon schade. Anyway. Jongen, die stormrijder is echt irritant af en toe. Cringe. Oké. Yeah. Oh, dan heb je hem weer. Oh, hij raakt Classy Recap. Ik hoop dat... Nee, hij heeft geen catering. Oh, hij leeft nog. Hij leeft nog. Waar zit hij hem vandaan dan? Beneden gewoon. Maar die andere teamgenoot is ons kwijt. Nee, whatever. Oh nee, ze zijn al bij twee beneden daarna. Dus... Guess we'll handle this. Catering? Nee. Oké, let's go. What? Fuck! Oh nee! Ja, ik moet gaan. Ik heb er nog geen één geraakt. Ik... Wow! What the fuck, man? Wat was die schade? Oké, hè? Ik bedoel, vuur en zo'n zwaard doet echt niet zoveel damage. Hij staat stil. Hij weet niet meer wat hij moet doen. What the fuck? Gotcha. Gotcha. Allebei tegelijk. Oh, je had een backstab en ik had een parry. Oh, ja. Jammer. We zijn veel minder moeilijk als een Dark Raid, wist je dat? Ja, maar ik zou er maar niet jinxen. Oh, je hebt daar geen moeite mee. Ja, het ging net zo... Ah, kut. Het ging net zo lekker bij mij, weet je al. Ik had de hele tijd te parryen en dan in één keer, de laatste keer, ging het niet meer goed. Nou, nu komen ze naar boven, dat is veel meer. Jongen, vecht hier en nu. Wat een pussy bitch, man. Verrassing. Oh, die is dood. Baboe! Met hele originele nummers. Ja, waarschijnlijk de 0705 of zo. Kijk, hij loopt dan met zijn fucking boog. Er is no way dat hij nog veel pijlen heeft. In ieder geval geen mailroot dus. Gebruik me wel. Maar hij gebruikt geen mailroot pijlen. Wat dan? Dragon Slayer of die Silver Knight Arrows zijn het. Ik dacht dat alleen maar mailroot shit dit kon. Nee, het is de boog zelf blijkbaar. Lekker, Gor Goblin. Oh, de andere invader komt van de Heralds vandaan. Interesting. Deze keer schiet wel meer pijlen dan dat gemiddelde mensen met pijlenbogen dat doen. Die damage is echt pathetic, jongen. Wil je daarmee mensen gaan killen ofzo? Oh ja, dangerous.
Wat? Oh shit. Nee, dat gaat om niks. Wat? Wat raakte hem? Die pijlen. Shit, dat zijn er nog veel ook. Oké, let's go. 4. Iets raakte me blijkbaar met een vuurpotje. Kun dit halbert. Jippie. Ja, nu. Dat is echt de beste verklaring voor dat wapen. Oh, kun dit halbert, jippie. Correct. Deze kerel schiet zoveel pijlen ook, hè? Het is niet dat hij er maar een paar schiet. Oké, kom een beetje naar boven. Ja, doe maar. Jongen, deze kerel. Oh, het zijn er zoveel pijlen. Blijf maar schieten. Die is dood. Out of stamina! Wat een ei. Nu is hij echt blij, jongen, dat hij ons alle drie raakt. Hij mist ook mij gewoon als ik stil blijf staan, hè? Ja. Jongen, waarom? Oh, wat? Ik waarschijnlijk disconnecten of zo? Nee, volgens mij, ik zag hem volgens mij de separation crystal gebruiken. Dus. Ja, ik kan het niet meer, al die pijlenbogen. Ik wil denken aan Vietnam. Ja, of wij, ja, pijlenbogen Vietnam, ja. Ja. Nou ja, als je Rambo hebt gezien, dan klopt dat wel. Ja, daarom, dat klopt. Maar ik denk niet dat legers dat gebruiken, dat heeft niet zoveel nut. Stil, hè? Ja, maar ja, het hele leven heeft dat er niks aan, want je weet sowieso al dat die er zijn. Ja, stealth eigenlijk is de meest grote onzinfactor in games en films ever. Nou, kijk, het kan wel nuttig zijn voor klein iets, maar voor een gehele oorlog is dat natuurlijk geen nut. Nee. Maar, zelfs de Vietcong had gewoon normale wapens. M16. Nee, ik weet niet precies. In ieder geval wel automatische shit. M16. Kreeg ze van Rusland en China dus in. Oh, de Vietcong, ja. Correct. Dus waarschijnlijk ook AK. Nee, of waren die er toen? Ja, die waren er toen. Ja, die waren wel. AK-47U. Die kleinere versie. Dat is meer iets voor Arabieren volgens mij. Dat wapen. Dat is meer Saudi-Arabië en zo volgens mij. Maar hij doet ook zo weinig damage. Oh, wacht, die Judicator leeft nog, was ik even vergeten. Doen? Ja, die kerel gebruikt toch. Oh, jongen, classy. Wacht even. Oh nee, dat gaat niet voor ons. Oké, uitkijken nu. Mage. Voor jou. Het zijn er maar 3 volgens mij. Dat gaat naar niemand. Naar mij. Oh. Excellent. Deze kill heeft nu zoveel pijlen geschoten. Kijk wat van hij heeft er nog niemand mee gekild.
is echt nut, hè? We zitten achter de Ignite. Hoeveel pijlen zou die kerel niet al geschoten hebben? Er zit één achter me. Met een kruisboog. Deze gast denkt het is Call of Duty of zo, jongen. Maar 4 restjes. Ja, echt nog de nou heeft hij in één keer ballen gekregen, hè? De held met de pijlen boven. Jongen, what the fuck is het dan? Sinds wanneer? Oh, fuck sake! Och, we spreiden het ook niet goed uit. Oké, okay, op een of andere manier in deze sessie gaat het heel moeilijk met Ring Knight. Eindelijk, en waarom is die zo tanky? Ja maat, nou zijn je handen kapot. Stuk pilaatje. Wat een pussy. Ja. Ja, ik heb toch weer een ding erbij gehad, Nestus, dus ik ga niet oud lopen. Misschien krijg ik straks nog alleen. Lekker blade. Lekkere blade zoals dat. Wat doet die nou? Dat is een blade, hè? Ja. Knop omgekeerd op de controller of zo. Ja, ik heb altijd het idee dat blades dat hebben. Misschien dat al hun je knoppen worden gelijk omgekeerd als je een blade bent. Zou dat zo zijn? Hmm. Dus waarschijnlijk aan de andere kant willen je ons ervan afschieten hier. Ik denk dat blades gewoon... hebben altijd Calamity Ring aan. Ja. En, enemies zijn dubbel zo agressief, weet je wel, op afstand. Zit hij nou boven? Oké. Okay. Nee, zit verderop, zeg maar. Ik ga naar hem toe zodat ik hem weg kan jagen. Ja, yeah, klopt. Cool. Je kan hier al niks meer doen. 3 Estes. Wacht, eerst even die op de muur killen. Wacht, even. Oh, ik heb Kettering al aan. Wat? Nee, fuck dat, kom. Incorrect. Dat geeft me health. Waarschijnlijk zit hij aan de overkant, wil hij met zijn boog schieten. Ja, we zijn al in de tunnel dus. Nee, ik denk maar dat hij dan niet op mij wacht. Nee. Ik hoor wel wat, maar... Jezus, 4 miljoen souls. Prik! Dit was wel een dangerous team of invader hoor, die was wel gevaarlijk. Ja, niet te doen joh. Maar Classy Recap is niet dom zo te zien. Is dat zo? Correct. Wauw, knap hoor. Ja maat, daar ging je fantastische pijl en boogkunsten. Gaat hij sowieso bovenaan de lift staan, weet je wel. Correct. Gaat hij denken, ah, meet hier, dikke lul. Ja, hij gaat naar de lift. Oh, dat is zo knap, joh. Juist. Echt waar. Oh! Ja, normaal gaan ze er altijd op staan. Wil je weer naar boven? Wacht. Wacht. Schiet op, kom. Hij staat bovenaan. Hij durft niet.
Wat doet hij? Hij is gedisconnect! Hij is gedisconnect! Fucking meet je, man. Wauw, jongen. Dit is echt de zwakste speler die ik ooit gezien heb. Ja, hij... Maar ook gewoon... Kijk, nou, soms dan doen ze dit soort dingen wel eens. Als ze zo vaak dood zijn gegaan, deze kerel... ging gewoon meteen ook zo pussy-achtig spelen. Ja. Maar ja, ik dacht, als ik die lift op ga, moet ik wel poise hebben. Dus ja, ik pak gewoon die mace. Die heb ik altijd, die mace. Oh, als ik iets moet poise, dan is dat maar één. Maar, jongen. Dan heb je de hele sessie, want die was er al sowieso vanaf dat eerste ronde gebouw bij. Met die clerics, toen was hij er al bij. Ja. Ja, en dan vanaf dat punt zit je erin. Zit je alleen maar met pijl te schieten. Heeft totaal geen nut natuurlijk de hele tijd. Nou ja, en dan gewoon op het einde durf je nog zo weinig na al die tijd. Dat je gewoon gaat disconnecten. Het is echt bizar. Maar ja. Sommige invaders. Waarschijnlijk is die kerel zo vaak gedankt. Denkt, dat gaat me nooit meer overkomen. Nooit meer. Correct. Ja. Goeie gisteren. Doe jij even backstab? Ja, dat is weinig damage, man. Ja. Oké, ben ik. Shit. Ik heb geen stamina. Dat is een mecha. It's dead. Pik. Goeie, ja. Maar die asshole poist overal mee. Damage. Voor de zekerheid genield zijn. Kom zo. En dan. Jeetje, dat snel. Correct. Gewoon die black shit blijven doen. Excellent. En Classy Recap en ik overleven het. Ja. Dus je had het goed met die naam. Ja, maar Classy Recap is ook niet slecht, dus ja. Correct, je had het goed met die naam.